van parcours hier. Ja. Op weg met de wasstraten. Hallo, welkom. Heb je ook een onderwerp waarmee je wil afkicken? En dat was open data. Voor de overheid wordt een heleboel gegevens gegenereerd. Wij willen die data willen kunnen gebruiken. Nou ja, wij betalen de overheid. Wij zijn de overheid. Maar even voor de duidelijkheid, hack de overheid betekent niet maak sites van de overheid kapot. Er zijn een heleboel websites van de overheid, maar die zijn afschuwelijk. Maar de onderliggende informatie die daar beschikbaar wordt gesteld, die is heel erg waardevol. Data van de overheid is eigenlijk onze data. Vroeger had je het Centraal Bureau van de Statistieken. Nou, wij zien deze trend en er gaat van alles en nog wat gebeuren in de wereld van cijfers. We kunnen niet overal een berichtje van maken. En dat is heel stoer. Er is een heleboel data die gegenereerd wordt. Het enige wat ik me van natuurkunde kan herinneren van de LDR, die op licht reageert. Dus dan gingen de straatlantaarns aan en dan gingen ze uit. Beste plek ooit. Wij betalen niet genoeg belasting, zodat de overheid van elk klein stukje data weer toegankelijk voor ons kunnen maken. Maar wat ze wel kunnen doen, is gewoon de ruwe data aanbieden. Data wordt pas informatie als je er iets aan hebt. Zullen we even zwaaien naar collega's van de hogeschool? Hey, ja. Ik merk dat Kant B te weinig bekeken wordt. Ja, Kant B is leuk. En de samenvatting heb ik ook helemaal bekeken. Als je dit ziet, dan doe je het goed. Iedereen die slaagt op de VMBO, staat ergens in een Excel-sheet. Mag daar zo maar iedereen beschikking toe hebben? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik had het daar met een grote klant van ons. Ik heb het daar toevallig gisteren over. Die hebben gewoon een API. En ik zei toen, dat moet je lekker openbaar maken. Dus als je het openbaar maakt, gaan andere mensen gaan iets doen met jouw data, waardoor jij meer geld verdient. Hele saaie minister van Rijkszaken, Donner. Officieel data.overheid.nl heeft hij geopend. En is dat te danken aan hack de overheid? Voor een heel groot deel wel. Je hebt nu data, maar uiteindelijk wordt het content. Wat is het populairste toilet in publieke toilet in Amsterdam? Dat is heel erg spannend. Maar bijvoorbeeld ook een heleboel belangenverenigingen. En daar helpt het ook heel erg bij. Is dat ze de gedelete tweets van onze ambtenaren weer publiceren. Per ongeluk DM'en ze hun vriendin via het publieke kanaal. De ACTA. Het is geheim, maar de Tweede Kamer moet er wel mee akkoord gaan. Dat is waanzin. Ja, dat is waanzin. Idioot dat dan een minister Verhagen, waarom moeten we die wet dan ondertekenen? Ja, precies, dat is toch niks veranderd. Toen heeft hij een lulverhaal opgehangen voor de NOS over kinderporno. Met de ACTA was het mogelijk om kinderporno uit de lucht te halen. Let op die cue, jongens. Als je kinderporno in de context van wat dan ook ziet, dan is er echt iets mis. Kinderporno heeft niks met trade te maken, heeft niks met copyright te maken. Hij haalt het erbij puur om een soort van emotie te creëren. En de Nederlandse Tweede Kamer heeft het gewoon geblokkeerd. Heel trots op. Heel erg, heel goed. Ja. Ik zag ook weer een mooie. Dat het internet wordt gebruikt door terroristen. Ik heb toen een tweet geschreven. Wegen worden gebruikt door criminelen. Is het patseruur of zo? Ja, twee landrovers achter elkaar. Iedereen weet dat Whitney Houston is overleden. Nu wel. Dus, ik het teruggaan, dan hadden we het over SOPA. Het gaat voor een heel groot deel gaat het allemaal over de farmaceutische industrie. Ja, maar ik had het Polish pakket alsjeblieft. Hij kent me nog. Oh god. Krijgen we nou een plaatje in onze agenda? Ja. Maar qua feedback? Ja, het lijkt een beetje aan te slaan. Hey, ik heb hem bekeken, wat leuke content. En toen hoorde ik ineens mezelf praten. Nee, alsjeblieft, zet even af. Het blijft toch een gaaf ding. Oh kijk, en daar staat hij ook. Polish. Raakt Kiki er al aan gewend? Dan zit ze echt zo'n beetje te gruwelen. Dat is echt voor haar is het een soort van horrorfilm. Maar ze vinden het dus wel tof. Zeg. Nou, we zien er weer door. Hé, de ster staat nog recht overeind. Deze is milder. Dat soort dingen die heel erg openbaar zijn, ja. Die doen mensen beseffen hoe openbaar dat hele internet wel niet is. Ja, als je het wil zien, we zetten een aantal links sowieso in de show notes op bastra.at. Ik had nog een onderwerpje over gadgets. Daar ben ik helemaal niet van. Daar hou ik echt niet van. Ik heb een BlackBerry Playbook, de iPad killer. Ook echt een heel erg mooi dingetje. Er zit een hele goede webbrowser op. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld niet eens een mailprogramma op. Maar ook geen apps. Apps zijn toch helemaal niet nodig. Maar ik moet zeggen dat ik daar toch een beetje op terugkom. Het enige is, ik vind hem dus wel een beetje buggy. Het hele ding. Dus hij is al een paar keer. Maar dit is het apparaat waar eigenlijk afdelingen van CEO's voor zijn ontslagen, toch? Ja, en terecht. Als je zo'n Playbook hebt, dan gaan mensen vanzelf een BlackBerry kopen als ze willen mailen. Dat is een goed businessmodel. Trilt de auto? Oh, je bedoelt, ja, nee, inderdaad. Hij hobbelt. Dat is boven de 110, 120. Dus ja. Ik reed te hard. BlackBerry Congress, als je Frontierslid was, dan kostte dat €150.
En dan krijg je een Playbook. Dus dat was een goede deal. Playbook Evangelist had ik gesproken. En toen zei hij, ja, maar hij is ook beter. Perceptie dat dingen van Apple het allerbest zijn. Dat is niet zo. Nu, met nog meer features. Ja, daar had Windows altijd heel veel last van. Oh. Meer features is over het algemeen helemaal niet... betekent niet automatisch dat het beter is. Nee, die analogie met die data. In theorie kunnen we bij alle data van heel Nederland... Maar faciliteert dat het bestaat, dat we er toegang toe hebben... dan kunnen we zelf al beslissen wat we ermee doen. Dat elke app die kon gewoon je hele adresboek uploaden naar hun eigen server. Zonder te vragen. Maar ze vroegen wel om, mogen we jouw gegevens toegang, te gebruiken? Toegang tot je zodat adresboek. We je vriendjes kunnen opzoeken. In dit geval was het PATH, geloof ik. Erg mooi. Weer even naar de studenten. Oh ja. Nou, het is een goede feature, maar zulke features moet je uitleggen. Ja. Dit soort dingen zijn gewoon gevoelig. Je hebt nog nooit een Facebookpagina gezien, volgens mij. Ik zal straks wel even laten zien. Hè. Android, dat je dat veel fijnmaziger kan instellen. Niet nee, de telefoonnummers. Volgens mij gaat Apple gaat het nu ook een nieuwe tool. Ja. En er zit een tool in waarbij je kunt aangeven... wat bepaalde apps mogen. Maar zonder die lijst van mensen hebben wij eigenlijk geen businessmodel. Ik ken niemand hier, dus wat moet ik hier? Nou, ik voel me altijd een beetje bezwaard. Ja. Mensen, oh ja, nee, kijk. Ja, dit is tof. Ja, zeg maar, beste app ooit. Ja. Oké, weet je, laat maar zitten. Weet niet, wat was voor jou het eerste sociale netwerk waar je op zat? Twitter. Ik geloof dat het voor mij MySpace was. Dat is het interessante. Want zij zitten op de 's werelds grootste licentiepartij van muziek. Mooi. Ja, dat nou, was we zijn er weer. Doei. Doei.